Ja. Ik kom maar, dat is wel leuk. Heb je poppen nog? Ja, dat zijn allemaal poppen die ik daar heb. Hoeveel vogels heb je als ik vragen mag? Een koppel roodvleugelpakieten, bjorkspakieten, graspakieten, kanaries, vier kippen. Oh, je hebt echt een serieuze collectie. En allemaal in één grote foyer gezet? Nee, vier foyer. Oké. En wat ga je dan nu? Ga je nu een vogel kopen ook? Ja, drie kanaries erbij. Nou ja. Hier een pak of... Ik heb te weinig poppen. Maar wat is een pop? Dat ken ik helemaal niet, dat woord. Een vrouwtje. Oké. Dat noemen ze een pop. Dat is mijn pop. Ja, maar die mag niet in beeld, hè? Oh. 57. Dankjewel. Die was eerst. Ik was eerder, ja. Maar dat geeft niet, jongen. Hallo. Ik kom helemaal uit Nieuwdorp om hier... Meent u dat? Ja, echt, dat meen ik. Dat vind ik wel heel bijzonder. Waarom is dat dan? Is het unieke materiaal hier? De prijs? Nou, gewoon... Ja, steunen. Iedereen gaat steunen, toch? Maar die hebben er meer, hoor. Dat is de mooie van de legging van het winkelcentrum. Ja, 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 je gaat er natuurlijk zo naartoe. Ja. Makkelijk parkeren en ja, perfect. Ja? Ja, mooi. Dag, dag. Hallo. Hallo. Ik heb mijn bril eronder. Nee. Ja, ik weet dat ik wat krijg, dat weet ik. Dat komt er zo aan, jongen. Hij kijkt een beetje om de hoek van de kassa. Ja, hij weet dat het daar vandaan komt. Ja, moeten we gewoon. Bedankt voor ziens. Hey, smakelijk, hè? Hoi. Oh, zie, maar het is tegenwoordig allemaal van de glutenvrij en dat vind ik ook niet meer lekker. Glutenvrij is gewoon een hype van deze tijd, want het staat eigenlijk nergens. We hebben vanmiddag afgesproken en het was de bedoeling dat het rustig was, maar aan de lopende band hier. Ja, lekker. Op de donderdagmiddag, ja. Ja, dat is het voordeel van onze branche nog. We zijn natuurlijk in deze coronatijd een essentiële winkel, zoals ze dat zeggen. Ja. Dus hier kun je gewoon binnenlopen en op je gemak uitzoeken en advies krijgen. En dieren benodigd ga je dan schaffen. Ja, en grappig is, want er waren dus ook echt vijf hele diverse klanten. De ene komt om eten voor zijn hond en daar gelijk een flinke zak. Maar wat ik dan ook wel mooi vind, is dat iemand hier gewoon pakieten komt kopen en dan gelijk drie laat inpakken, bij wijze van spreken. Ja, ja. Het is wel zo dat vogels de enige diersoort is die je verkoopt. Ja, vroeger verkochten we ook knaagdieren en vissen. Maar met knaagdieren zijn we in 2009 al gestopt. Gewoon om het feit dat heel veel mensen ook impulsief knaagdieren aanschaffen, ook voor kinderen zoals een konijn en een cavia. En naderhand kijken kinderen niet meer erom en dan wordt het of gedumpt of naar een opvang gebracht en dergelijke. Ja. Is toen dus een oproep geweest van de Partij voor de Dieren om dat toch eigenlijk niet te stimuleren in de winkel. Zodoende zijn wij toen de tijd aan wat knaagdieren gestopt. Met vissen zijn we vorig jaar gestopt. Eigenlijk om twee redenen. Ten eerste, ik heb geen ruimte genoeg om een heel groot assortiment vissen te voeren. En ten tweede, de regelgeving is veranderd. Ik doe dit werk nu bijna 40 jaar, maar we zouden nog een speciaal vakdiploma moeten gaan halen om dieren te verkopen. Ja, ja. En voor iedere diersoort afzonderlijk. Dus dan is een aparte voor vogels, een aparte voor knaagdieren, een aparte voor vissen, een aparte voor reptielen. En wij hebben toen besloten, omdat we toch een klein assortiment vissen hadden, om vissen dan af te sluiten. Maar nu hoorde ik je ook net zeggen, ik zit al 40 jaar in het vak. Hoe lang zit je al in het winkelcentrum Douwendaal? We zitten hier vanaf mei 1991 al hier in het winkelcentrum in Douwendaal. Dat is echt al, ja, dat is al een hele tijd. Ja, ik hoor wel bij de oude garde zo langzaam. Ja, ja. Maar jij woont zelf niet in Middelburg, toch? Nee, ik woon zelf in Schouwen-Duiveland, in Nieuwekerk. Ja, en dat vind ik dat toch wel bijzonder, dat je dan hier onderneemt. En de vrouw die net binnenkwam, die komt uit Nieuwdorp hier de vaste inkopen doen. Dus Douwendaal ontstijgt wel de wijk een beetje in die zin, toch? Ja, dat is zo. Wij hebben natuurlijk wel een speciaal zaak. Niet helemaal afhankelijk van de wijk Douwendaal. Daar hebben we natuurlijk wel de meeste klanten van. Maar er zijn dus mensen die komen speciaal voor een bepaald advies of een bepaalde merken die wij verkopen, die ergens anders niet verkrijgbaar zijn bijvoorbeeld. Ja, dus jullie zijn echt wel wat dat betreft een specialist. Ja, we hebben zelf een eigen merk hondenvoer wat wij zelf importeren. En onder eigen naam op de markt brengen. Ik kan het wel even een zakje halen om te laten zien. Oh, dat is heel goed. Oké. Okay.
super premium, zalm en rijst. Ja, onder andere. Maar dat is dus Golden Choice en dat is... Golden Choice is ons eigen merk honden- en kattenvoer. Dat importeren wij zelf en dat is alleen bij ons verkrijgbaar onder de naam Golden Choice. En zowel voor de kat als de hond hebben wij daar een behoorlijk grote range soorten en smaken en ook dieetvoedingen van. Dit is bijvoorbeeld eentje voor katten met blaaskruis. We hebben er eentje voor honden met voedselallergieën. En hey Peter, het is altijd weer een vervelende vraag in deze periode, maar de coronacrisis en jouw winkel, hoe verhoudt zich dat? Is dat beter voor je geworden of is het slechter geworden? Voor ons is het beter geworden. Ja. Dat heeft wel met een paar dingen te maken. Ten eerste, mensen zijn meer thuis gaan werken en gaan daardoor ook dieren aanschaffen. Veel honden ook, worden coronahonden genoemd. Daar konden ze de avondklok mee omzeilen. Bijvoorbeeld, ja, dat was dan een mooie bijkomstigheid om toch even een rondje te doen. Maar doordat mensen meer tijd krijgen en het geld anders gaan besteden, zijn mensen meer huisdieren aanschaffen. En zeker honden, maar ook katten. En vogels zien we ook wel. Hoe zitten jullie hier in het winkelcentrum bij? Want er zijn er toch wat dingen op stapel. Ik kon laatst naar buiten brengen dat er weer een supermarkt bij komt. Ja, we gaan de schil aanpakken en er komt een discount supermarkt bij, de Aldi in dit geval. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Ja. Dus ik denk dat het, wij hebben dat altijd goed hier gehad. Maar Douwendalen gaat echt, Rieke Sammendouwen gaat echt het leven. Nou, dat is een goede zaak. En dan een beetje de onbeleefde vraag, maar je zit al lang in het vak. Maar... ik neem aan dat je het ook geen 30 jaar nog eens erbij gaat blijven doen. Nee, op een gegeven moment is er ook wel eens tijd voor andere leuke dingen te doen. Maar heb je al een idee wanneer je met pensioen gaat of met de zaak? Nee, dat kan ik nog niet zeggen. Nee. Ik ben 61, dus in principe moet je nog een paar jaar. Ja. Dat zal de tijd leren. Ik doe dit gelukkig heel graag. Maar dit werk, die is speciaal, dat kun je ook alleen maar doen als je daar affiniteit mee hebt. Maar precies, ja. Gaat het ook niet. En is er dan ook nog opvolging? Heb je ook bijvoorbeeld kinderen die dit ik ook zouden willen? Ik heb één zoon, maar die staat voor de klas. En die, dat is heel wat anders, ja. Heeft wel allemaal zijn vakbekwaamheidsdiploma's voor dit werk. Maar hij heeft geen zin om dit over te doen. Maar goed, dat is dan iets voor de toekomst. Dat de tijd zal het leren hoe het verder gaat. Ja. Voorlopig zit je hier nog even en je zit hier goed. Zeker. Ja, hoor. Nou, dankjewel voor je toelichting en fijne dag nog. Ja, graag gedaan.